Waarom mij het leven, mijn endgame of sterfbedvisie, is een oefening dat wij in de coaching doen. En dat was iets dat ik nog nooit over had nagedacht. Maar de vraag was, hoe wil je dat mensen over jou spreken als je op je sterfbed ligt? Hoe wil je dat de mensen rondom jou in die kamer gaan spreken? En dat was wel een keer een vernieuwende manier om naar iets te gaan kijken. Want dat zorgt er ook voor, als je een keer lui voelt of je zegt van, ik zie niet zitten of ik heb er geen zin meer in. Ja, oké, waarom deed je het? En voor mij was dat echt een sterke familiebouw. Met een goede vrouw eigenlijk, die echt ook partner is in het bouwen van die familie. En daarvoor wil ik wel werken. Daarvoor zijn die financiën nodig, want geld is ook mijn geld. Voor mezelf kan ik perfect met 20.000 euro per maand een leuk leven leiden. Maar waarom moet het meer zijn? Waarom moet het meer zijn of mag het meer zijn? Is vooral door, wat kan ik ermee doen? Is een krachtige familie bouwen, een safe haven kopen. Ik bedoel daarmee een groot landgoed om die familie in te laten opgroeien, om toffe feesten te geven. Als ik dat zou kunnen hebben op het einde, dat ze zeggen van, hij heeft iets gebouwd voor ons, hij heeft iets achtergelaten. Dat mensen echt zeggen van, oké, Gilles was wel iemand die ons geholpen heeft.